ik volg jou wel langer, want ik jou ken natuurlijk van je champagne die er net uit is. Ja, ja, ja. En ja, je bent een soort van toch een presentatorlegende. En ik als presentator kijk daar ook naar, want jij maakt hele vette items op RTV. TV West. TV West. Omroep West om precies te zijn. Omroep West. Allemaal kijken, hè? Vrijdagavond de ruime buit. En dan ga, je met voetballers of mensen in de voetbalwereld even een wandelingetje maken. Ja. Zo is het echt. Ik ga er gewoon heen. En dan is ik ga totaal onvoorbereid erheen. Dus ik weet wel waar ik heen ga. En mijn eerste vraag is gewoon, hoe gaat het met je? En dan zien we wel waar het heen gaat. Ja, als ik onvoorbereid op een interview verschijn, dan krijg ik gewoon een klap in mijn gezicht van de regisseur. Ja? En jij mag gewoon... Maar ze weten dat ik niet ben aan te sturen. Hè? Ze weten het. Ik ben niet te sturen. Oké, ik zag dit op Facebook. Ja. Er is een pagina. Ja. Het is de verkiezing van de nachtburgemeester in Den Haag. En dan zeggen mensen dat Joop, dat deze jongen hier, de nachtburgemeester, een grote eer van Den Haag. Ja, ik vond het wel heel erg grappig. Moet je het worden? Nee, zeker niet, man. Waarom niet? Omdat ik niet meer uitga. Ik ben een 32-jarige oude lul, man. Ik zit gewoon lekker thuis op het bankje. Maar ik vond het wel hartstikke... Kijk, vroeger was ik wel 3 keer in de week was ik in de stad. En een aantal gasten die me daarvan kennen, die hebben die pagina aangemaakt. Nou, dus ik snap wel dat ze het hebben gedaan. Maar ik heb me wel keurig gezegd, ik wil wel de koning van een lekkere zomerse vooravond worden. Ja. Lekker met een biertje op het terras, maar dat ik wel om 11 uur lekker naar huis ga. Net iets te dronken en dan op een gegeven moment gewoon lekker afdruppen. Juist. Ja, ik snap hem wel. Maar even die highlights van het nachtleven. Wat zijn dan de momenten waarvan mensen zeggen, ja, dat is alleen jouw buit maakt dat mee in de nacht? Ja, weet je, kotsen. Kotsen in de paap, in de hoekie, snel naar de wc gaan. De paap is een club. Ja, nee, de paap is eigenlijk een kroeg waar dan ook bandjes spelen. Ja. Den Haag is natuurlijk wel een beetje een bandjesstad. Ja. Maar weet je, kotsen in de hoekie, snel naar de wc, mondje spoelen, toch wel fris ruiken, naar de bar, biertje en weer lekker gaan. Dat is wel een Joop buit. Dat is een buitje. Dat is goed, deze samenvatting van jezelf even. Heb je dat al geschilderd, Daan? Klasse, jongen. Klasse, pik. Ik wil dan als een van de highlights, dit was het meest bekeken fragment van jou op tv volgens mij. Zeker 10 keer bekeken? Meer dan 10 keer zelfs. Okay, en dat is dat jij, je hebt toch een speciale band met Brainpower, begreep ik. Gaan we even een stukje van zien, let op. Waar gaan we naar kijken? Wat wil jij vragen? Of jij een stukje van Brainpower wil doen. Waarom? Nou, ik heb gehoord in de wandelgangen dat je dat goed kan. Ja, weet je wat het is? Ik ken dus 2 nummertjes rappen en die moet ik dus de hele tijd doen van die gasten. Het slaat er nergens op. Even kijken hoor, hoe gaat het? Dans maar. Want dit is die lekkere dansplaat, oeh, chance maar. Ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Dans maar en chance maar. Want dit is die lekkere dansplaat, chance maar en auw. En nu komt hij eigenlijk, hè? Ja. Ben je 1 met de muur? Weet je hoe het dan gaat als ze deze draaien? Want dit is die dansplaat. Speel je Tekken G? Of check je Dragon Ball Z en dik je de oba? Of zeg je lekker niet? Daar ben ik een beetje klaar mee, jongen. Ja, Sees. Yo, dit is de blankste shit die ik ooit heb gezien in mijn leven, man. En ik kom net terug van wintersport, man. Sees, mag ik weglopen? Ja, op zich. Godverdomme, hé. Ja, ik schaam me kapot. Ik schaam me kapot, man. Ja, maar nu is het nieuwe weet muziek. Je, ik kan me hier ook niet meer uitlullen. Ik kan me hier niet meer uitlullen. Dit is gewoon op beeld. Ja, ik wil hem zo nog een keer laten zien. Nee. Ik spaar je dat, maar dan moet je me wel vertellen waarom ben je muziek gaan maken. Waarom ik muziek ben gaan maken? Ik heb een carnavalspoku gemaakt, hè? Ik heb een carnavalspoku. Wil je dat nog een keer zeggen? Ik heb een carnavalspokoetje gemaakt. En dat mag jij muziek noemen. Nee, ik zat gewoon met een aantal vrienden, die gasten van voetbalculture, represent iets, zat ik gewoon een biertje te drinken. En toen hadden we zoiets van, weet je wat, carnaval komt eraan. We gaan gewoon even een carnavalspokoetje maken. Nou ja, toen hebben we dus afgesproken met een groep gasten. En toen was champagne toen geboren. En bam, hit over champagne. Zo is het gewoon gegaan. En nu is het zo dat jij afgelopen weekend... Ja, dat was lekker. Eindhoven, gewoon shows man. Hebt gepakt, man. Ja, natuurlijk. Dus Joop Buit, de Twitter-gast, de TV West-gast, opeens de volkszanger van het levenslied. Ja. Ja, zo snel kan het gaan, Cesar. Wat zijn ik vind het wel leuk om jou zo te bekijken. Sexy, hè? Sexy shit, ja. Wat is er nou zo lekker aan dit leventje van de zanger? Je hebt er net even mogen proeven. Ik heb net 1 weekendje mogen optreden. Ik vind het wel gezellig om lekker in een auto te zitten. Een beetje slap te ouwe hoeren. Je komt ergens aan. Je wordt met alle egards ontvangen. Ja? Je doet een klein drankje. Je gaat een soortement van podium op. Je roept een paar keer champagne. Daarna hou je je handje op. Krijg je wat geld erin en je zegt dankjewel allemaal. En dan ga je weer. Wauw, dus, je kan dit iedereen eigenlijk aanraden? Nou, niet iedereen, hè. Niet iedereen. Je moet er wel een beetje voor gemaakt zijn. Toch? Je moet een beetje rammen op het podium. Ik leer steeds meer. Joop, ik heb een paar... Dan gaan we dat gewoon samen doen. Ja, natuurlijk. Hé, ik heb een dilemma voor je. Ja. En zeker voor jou, als ik weet hoe dat is met je haar genezen.
Ik ga het gewoon voorleggen. Nooit meer seks of nooit meer Den Haag uit. Jezus, hé. Nooit meer Den Haag uit? Ja, of je moet... Nee, laat ik het anders doen. Nooit meer seks of voor altijd weg uit Den Haag. Ja, dat is beter. Dan ja. Toch nooit meer seks. Nooit meer seks dan. Ja. Ik geloof het niet. Daan, luister naar deze... Praat even met maar, hem, man. Maar mag niet... Ja, wat is... Je moet gewoon veel van je stad houden, hè. Feyenoord. Ja. Maar je mag jezelf wel aftrekken, toch, dan? Oh, ja, ik denk het wel. Ja, oké. Nee, dan nooit meer seks. Dan nooit meer seks, zeker. Ja, wat, is, maar, wat is dat met dat seksleven van jou? En dat ik altijd verhalen om me heen hoor. Van ja, jouw buit, die heeft het echt met de oudere vrouwen. Die vallen op jou. Ik hoor verhalen om me heen. Die verzin je ter plekke, vriend. Die verzin je echt ter plekke. Nee, ja, is dat zo? Oudere vrouwen vallen op mij. Ja. Ik heb gehoord dat Emma Wortelboer op mij valt. Oh? Is dat zo? Ja, dat heb ik een keer gehoord. Van haarzelf. Okay, nou, dan vind ik het wel eerlijk als je dan nu... Ze zei dat ze over me had gedroomd. Kijk dan nu in die camera en doe haar een eerlijke oproep om dan toch een keer een drankje te doen samen. Oh, ik wil best een keer een drankje doen met je Emma, maar wel gewoon gezellig. Ja, echt waar. Ja, gewoon hoezo leuk. Hoezo gewoon gezellig? Wat is gewoon gezellig? Is dat hier Den Haagse slang? Ik heb een hartstikke lieve vriendin, man. Ja, die kijkt toch nu niet naar Club Hub? Dat denk ik niet. Dus, nog een keer, Emma Wortelboer. Emma Wortelboer, wij gaan een keer een drankje doen. We houden het gezellig, ja, echt waar. En er gaat niks gebeuren. Maar we gaan wel helemaal lam vanavond. Dat is toch prima, jongen? Ja, ik vind dat je dit biecht ook echt met verven hebt overleefd. Man. Ik ga je gewoon de high five door dit ding heen geven. Ik dacht dat je nog een paar hooligan vragen wilde stellen. Maar goed dat je niet hebt gedaan. Dankjewel.